Je hebt gewone magneten en permanente magneten. Deze zijn altijd magnetisch. Je hebt ook een magneet die je aan en uit kan zetten. Laten we deze maken. Dit soort magneten heten elektromagneten. Denk bijvoorbeeld aan een dynamo of motoren. En wat heb je nodig? Een batterij, koperdraad, strip- en kniptang en een bout. Met de striptang haal je het plastic van de koperdraad. Vervolgens wind je het koperdraad om de bout heen. Die sluit je aan op de batterij, de plus- en de minkant. Wat gebeurt er? Ben je nu benieuwd hoe deze reactie ontstaat? Ontdek het maakboek en leer met veel maakplezier.